treinreizigers zijn zich op 14 november rotgeschrokken toen een trein met hoge snelheid voorbij station Wijchen raasde, over een openstaande overweg schoot en daarna tot stilstand kwam. Uit onderzoek van Omroep Gelderland blijkt dat de trein veel harder dan normaal het station binnenreed. Ik had het niet meteen door dat we hem al voorbij waren. En dat duurde toen, kwamen we verderop tot stilstand. En toen dacht, wat is er nou gebeurd? En toen riep de conducteur dus om wat er gebeurd was. Ja, dus de trein komt hier bij de overweg aan en rijdt dan met 50 km per uur over de overweg heen, terwijl de bomen overstaan. Just Vervaar dook in de GPS-gegevens van de trein om te onderzoeken wat er precies gebeurd is. En uit die data blijkt dat die trein 4 minuten te laat was. En dan komt hij hier aanrijden met ruim 100 km per uur. De trein komt hier bij station Wijchen aan en dan rijdt hij nog steeds 85 km per uur. Andere treinen die hier normaal stoppen, die rijden 40 km per uur. En vervolgens na het station rijdt de trein alsnog met 50 km per uur over de spoorwegovergang. Ja, als je dan hoort van de conducteur dat we een onbewaakte overgang zijn overgegaan en dat de machinist, dat de schrik er ook goed in zat, dat hij met huilen nader stond aan het lachen. Ja, en als je dan beseft dat die overgang onbewaakt was en dat het ook anders had kunnen aflopen, dan is wel even een besefmomentje. ProRail onderzoekt nog hoe het kon dat de trein niet op tijd stopte.